Rick Leven, u hebt nog maar 100 uur te leven. Wat ga ik deze 100 uur nog doen? Oké, gelukkig heb ik niet echt nog maar 100 uur te leven. Of ja, dat hoop ik. Maar op het internet kwam ik deze lijst tegen. 10 activiteiten die op jouw bucketlist moeten staan. Als eerste gaan we racen op het circuit van Zandvoort. We beginnen dus bij nummer 10 van de lijst. Het wordt steeds extremer en we eindigen dus met nummer 1. Deze moet je gedaan hebben in je leven. We racen natuurlijk niet in mijn Volkswagen Golf, maar in deze mokerdikke McLaren. Laten we de wagen starten. Even kijken op deze. 3, 2, 1. Oh, kut, we gaan al. Doei, besef dat Max Verstappen hier ook gewoon rijdt. En nu rijdt Rick hier. Oh, dit is ziek. Moet ik knipperlicht aanzetten of iets? Hij komt dadelijk waarschijnlijk met 300 km per uur voorbij gejagen. Yeah! Ik rijd een Zandvoort op zijn Formule 1 parcours. Ik kom niet meer bij woorden. Go boys! DRS aan. Yes! You need to reinstate the lap before. Oh, daar komt hij juist. Oh, ik rijd momenteel 210. Hallo Jasper, ik kan tegen niet slaan. Oh mijn god, in de hangers. Ik tril echt helemaal. Dit was zo vet. Ja, ben jij een keer? Ik ben ook. Oh, blok nummer 1. We zijn op het circuit. Ik rij 180. Zo, de eerste kunnen we afstrepen. De langste zipline van Nederland. En daarvoor moeten we helemaal daar naar boven. En we zijn boven. Ik heb hoogtevrees, hè. En dit helpt niet bepaald. Long is dus... We gaan nu 15 minuten. Are my balls gonna survive it? Yes. I have wel height to freeze. Woohoo! Yeah, you are go! Let's go! Woohoo! Oh shit! Dit is nice, hoor! Dit is al hoog. En ik kan niet eerlijk zeggen, we gaan het veel hoger doen. Naar de volgende. Car Smash. Ik wist niet dat het bestond, maar dit staat dus ook op de lijst. 3, 2, 1, let's go! Ik moet zeggen, dit is echt heerlijk. Spiegeltje eraf. Kijk eens in, man. Dat was wel een hele stevige ride. Ik wil dat de deur eraf gaat. Jep. Gaat er niet zo makkelijk vanaf. Jep, heb jij iemand die... Waar ik echt boos op ben? Ja? Dat heb ik. Is de YouTuber? Misschien wel. De achteruit is niet heel. Die is kapot. Voel het zo illegaal om een auto te slopen. Doet hij nog. Hey. Doet hij nog. Radio. Heb je even voor mij? Van de auto is niks meer over. Deze kunnen we afvinken. Om naar de volgende. Luchtballonvaart. Ik durf er eigenlijk niet in, maar we hebben per ongeluk 2 tickets gekocht. Dus ik moet wel. Daar gaan we. Oh. A few moments later. Ja, kijk op! Handen vast! Ja, dat gaat niet! Volgens mij gaan we. Handen vast. We gaan de lucht in, jongens! Daar gaan we! Even tot rust komen. De start ging niet zo goed. Voor je ogen gaan echt hoog. Even zwaaien. Ik weet niet of je het nog zien. Er lagen net gewoon 5 mensen op mij. Ja. Kijk hoe hoog we zijn. Zoals jullie zien zitten we niet alleen in de ballon. Vinden we het allemaal gezellig? Ja! Hey. Dat is echt gruwelijk warm. Italiaans toestand. Italiaans? We zijn jullie zo dankbaar dat we deze video kunnen maken. Echt, zonder jullie had het niet gekund en dat beseffen wij ook. Maar de nummer 10, die wordt nog heftiger dan dit. En nog hoger. Echt mooi om nog een keer mee te maken. Ja, fantastisch. Fantastisch, hè? De luchtballonvaart kunnen we afstrepen. Je leeft maar 1 keer. Dus je moet er alles uithalen en daar zijn we nu mee bezig. Dinner in the sky. Hoe hoog gaan we daar eten? 50 meter. 50 meter? We nemen plaats. We moeten natuurlijk wel een gordel om, want op 50 meter als we naar beneden donderen... Oh my god! Ja, dat overleven we niet, hè? Ik zit lekker stoel. We zitten officieel vast. Slecht nieuws. Ik moet serieus naar de wc. Ik moet ook. En daar zijn we nu mooi te laat mee. We gaan. Daar gaan we. Het
Go! Gaat hij dan? Oh. Ik vind het stiekem best spannend. Oh, mijn buik. Oh shit, we gaan echt hoor. Oh. Ik heb nou een zonnebril op, dus jullie weten niet hoe ik eruit zie. Ik kijk echt gewoon niet. Ik moet heel eerlijk zeggen. Ik ben best bang. Het begon toch echt leuk te worden. En het eten was ook niet mis. Tenminste. Ons eerste gerecht is gearriveerd. Ik moet eerlijk zeggen, zolang je niet naar de grond kijkt, niks aan de hand. Als het goed is, komt nu de langoustine. Watermeloen, stiekertaren, basilicum, kaldemago, 2019. Rick, die hebben we al gehad. Serieus? Dat was wel lekker. Wat een gekkigheid. Dierentuin bezoeken. Let's go! Oh yes, we zijn in de dierentuin. Dit stond ook op de lijst, dus we moeten het uitvoeren. Wow, dikke snoeken. Dikke slang, jongen. Loop hier in de vlindertuin. Olifanten. Prachtig, niet. One of my favorites. En zo dichtbij. Ik kan met ze praten, serieus. Kijk. Ah! Dames en heren, de leeuw op de steen. Die leeuwen zijn echt stiekem heel groot. Goed, dat was leuk. Maar laten we nu echt iets extreems gaan doen. Powerboat. Ik heb mijn vest al aan, want dat is ook wel echt nodig. Dit ding gaat namelijk echt ultra hard. Want hoe hard gaat de boot? Ja, zo hard als dat jij kan hebben, maar de snelheid ligt rond de 160 zo'n beetje. 160 km per uur, jullie horen het goed. Oh, dan is het tijd om op de boot te gaan, denk ik. Oh, daar gaan we dan. Ik vind het stiekem best spannend hoor. En er wordt gezegd dat de zee vandaag heel ruig is. We vertrekken officieel uit de haven. Let's go, Rick. Handen vast, Jeb. Handen vast. We moeten onze handen vast houden, want anders vliegen we overboord. Ik vind het tot nu toe sowieso de spannendste. Ik kan er nu nog wel van genieten. Oh, shit! Ik snap nu de naam, powerboat. Dit was het ritje wel. Hunnebedden bezoeken. Ja. Mooi. Ja, hier hebben we dus 3 uur voor gereisd. Jongen. Dit lijkt een normale schommel, maar ik ga dit letterlijk doen op 100 meter hoogte. Over de rand van een gebouw. Rick, daar gaan we. Oei. Ik hang nu over de rand van een gebouw met een schommel. Ik hou mezelf goed vast. Serieus, blij dat ik klaar ben. En toen was het natuurlijk mijn beurt. Holy shit, ik moet hier naar onder kijken. Nog een minuut! Nee. Woehoe! Jongens, ik begin serieus een beetje misselijk te worden. Ik weet niet of het door mijn hoogtevrees komt of door de schommel. Of omdat ik net een flinke hamburger hier naar binnen heb gewerkt. Deze kunnen we weer afstrepen. We hebben onze bucketlist bijna afgewerkt. We hebben er nog één te gaan. Skydiven! Het is serieus leuk om je bucketlist af te werken, maar dit vind ik toch wel echt spannend. Ik ga gewoon uit een vliegtuig springen. Al vanaf kleins af aan leek het me ontzettend vet om te skydiven. Maar ik heb er gewoon nog nooit de kans voor gehad. En nu is het dan eindelijk zover. Ik ga skydiven. Jesper! Yo! Mooie harnas, man. Dat is mooi, hè? Wat ga je allemaal doen dan? We gaan terug op Zeeland, man. Staan we op de grond. Hoe voel je? Heerlijk. Ja, dat was wel vet. Ja, dat is wel de moeite waard, toch? Zeker. We hebben letterlijk onze bucketlist afgerond in 100 uur. En het was serieus geweldig. We willen jullie bedanken, want zonder jullie hadden we dit nooit kunnen doen. Vergeet ook niet te abonneren om niks van ons te missen. Als je twijfelt om iets te doen, doe het dan. Je weet nooit hoe lang je nog de tijd hebt.